Ik zou wel badmeester willen zijn. Badmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Badmeester Hans zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet je. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Zwembad is leeg. Dat hele bad ligt daar. Helemaal vrij. Moet jij eens rijden? Moeten jullie eens rijden? Wie er dan een paar baantjes zwemmen? Wie denk je? Wie denk je? Dan weet ik een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakken uit, jongen. De fluitje gaat af. En dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala, alles slaan. Zo, krauwen zo, schoon slagen achterover zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, oh, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan. Kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, wat, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je het in je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Okay. Het is avond. Het is al laat. Je bent moe. Je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke, volwassen badmeester zal het zo doen, maar hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen en ik word daar ziek van. Ik vind het stuitend
dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is met zo'n mentaliteit van... Nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan? Zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je fluitje nodig. En dan is het van, oh, maar mijn fluitje, wat is mijn fluitje, wat is mijn fluitje? Mag ik jouw fluitje lenen? Nee. Je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Volgens mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette, beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, meneer de badmeester, zou ik u een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of ja, mevrouw kan natuurlijk ook. Als het... Ja, sorry, even... Meneer de badmeester, mag ik u een vraag stellen? Maar natuurlijk meneer. Of... Ja, godverzit. Ben ik weer hetzelfde. Fijn. Nou. Oh, wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even op voorhand bepaal. Of het dadelijk dan wel een meneer. Dan wel een mevrouw is. Hè? Anders gebeurt daar hetzelfde net al twee keer gebeuren. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Hè? Dus. Ja, weet je wat is dit? Ik denk, voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, hè? Nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Anders gebeurt dat zelf een hele twee keer gebeuren. Dan heb ik zoiets van, ja, hallo, weet je. Gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, ja, dat soort dingen. Het kost alleen maar een hoop tijd. Dat is niet de... Gaan we lekker door.
Mevrouw de badmeer. Ah, fuck, shit. Hè? Ja, dat is mijn fout. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Gaan we lekker door. Mevrouw de badmeer, zo. Nou, de mevrouw, zo, hè? Maar natuurlijk, mevrouw. Stelt u uw vraag maar. Nou, de badmeester, ik wil graag weten, waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je, nou mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel, voor de informatie, badmeester. Geen dank, daar zijn we er immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dat moet je in je kop hebben zitten. Tja, als de badmeester dan moet zeggen, want, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van, want die gaat dus echt niks vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je de mensen tijdig kunt waarschuwen. Snap je, dat moet dan niet zo zijn dat die bliksem links en rechts alleen staat. Ket uit, vast, wat, ket uit! Nee, dan moet je zeggen van, ja, ik zou er maar uitkomen. Voor mij te laat. En je moet een goed contact hebben met je collega's. Hey, want in sommige zwembad heb je twee badmeesters, hè? Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En elkaar niet in de weg lopen, hè? Door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast niet waar ze toe zijn. Ze is lekker aan het zwemmen, zo. En dan is het fut, fut. Dat kan niet. Ah, man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van hoe dat dan zou zijn om badmeester te zijn. En dan denk ik aan al die aspecten. En leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel. Zeg maar. Zeg maar, dan komt zo'n leuk aspect zo. En dan echt van. Echt zo. Ja. En bij die minder leuke zo. Maar er is één ding. Als ik daaraan denk, word ik zo gelukkig. Het is dat je badmeester bent en dat je na het werk met je collega's in een café en in de kantine gaat zitten. Met je collega's in de kantine, allemaal iets te drinken bestellen. En dan met je collega's urenlang te praten over het vak. En ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed aan fluiten, de andere is goed aan reddingszwemmen, de andere kan goed informatie geven. Als je maar respect hebt voor je collega's. Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. Wederzijds respect. En vice versa. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n wit pak, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje. Godverdamme, ik zag jou kijken! Ik zei met de pak en zei. Oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel. Maar weet je, wat kan ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen: jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vlichten. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vlichten, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien. Want daar staat hij niet voor. Daar ben ik godverdomme geen badmeester van geworden. Werk gaat voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester, in de glitter en de glimmer. Ze wil maar wat graag in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor hem wil koken, zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen, dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie